weer de Bilux, de Bluxbox, zoals ik hem zelf noem. En ik wilde hem gelijk gaan unboxen. Ik kreeg hem er net binnen. Ik denk, helemaal los ga ik met de Bluxbox. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje aan het twijfelen ben of ik stop met die boxen. Want ten eerste doe ik dit echt al jaren. Ik heb dus ook heel veel spullen. Sommige spullen gebruik ik niet. Die geef ik dan aan mijn nichtje of weet ik veel wat allemaal. Of soms in een giveaway. Dat vind ik super leuk. Maar I don't feel it. Ik weet het niet meer. Dus laat eens even weten wat jullie sowieso van het filmpje vinden. Van het filmpje dat ik een beauty box unbox. Misschien hebben jullie andere ideeën. Misschien hebben jullie andere boxen die niet zo bekend zijn. Maar ook leuk. Want ik heb zeg maar na aanleiding van een kijker toen op een gegeven moment de... Nou, ook een box genomen met allemaal douchespullen en zo. Super leuk. Die heb ik wel na een paar keer opgezegd. Omdat ze, ja, ik vond de geur was echt vaak net niet. Maar het was wel leuk om iets anders te proberen. Maar goed, laat het even weten, want ik weet het niet meer. Ik ben een beetje, ja, een beetje beauty box moe of zo, denk ik. Maar goed, de Bilux, de Bluxbox van Mari van de Ven. Hartstikke enig. En zijn deerne. Ik zeg het elke keer en elke keer. Het is wel heel erg. Want elke keer zeg ik dus en ze deerne. En dan denk ik, hoe heet ze nou? Wat is het nou? Ik weet niet. Maar het is gewoon, ik weet het. Dit zien jullie elk filmpje. Maar elk filmpje denk ik serieus hetzelfde. Maar goed. Dit is een boekje. Daar staat in wat erin zit. Hoeveel het kost. En yada yada yada. Het allereerste wat ik eruit haal is van Weleda. En dit is Evening Primrose verstevigende bodyolie. Ik gebruik dit niet. Ik weet nu al dat ik dit niet gebruik. Maar ik ga hem heel even openmaken. Het is een full size, een ontzettend mooie fles. Weleda, ik hou ervan. Ik kom van een antroposofische school en zo. En dat, ja, weet je, daar was dit gewoon het huismerk. Bij wijze van spreken, nee, dat is niet zo. Maar goed, Weleda heeft een soort geurtje. En daar moet je zeg maar van houden. En als je dat niet trekt, ja, dan is dat moeilijk. Ik ga hem niet openmaken, want ik kreeg de dop niet goed open. En ik heb zoiets van, als ik iemand hier heel erg gelukkig mee kan maken, dan doe ik dat liever. En het is een bodyolie. En ik gebruik geen body lotions, body butters en body olieën en zo. Heel soms in de winter, als mijn benen extra droog zijn, dan gebruik ik iets van een crème. Ik heb bijvoorbeeld hier in het laadje heb ik een crème die ik nu niet kan vinden. Dus ik heb het lekker niet. Ik had een crème. Maar dat is dan ook echt het enige. Ik ga gewoon verder. Wat ik er nog meer uithaal is de Bloom & Blossom Rejuvenating Facial Spritz. Really? Really? Dit is dat je kan het zeg maar in je handtas doen. En als je dan eventjes het gevoel hebt dat je een rejuvenating spritz wil. Dan kan je, ik vind het heel erg. Oh, dit is echt heel erg. Nou goed, dan kan je het sprayen. Dus, hartstikke leuk. Ik ga zo direct even, weet je. Dat is ook, weet je. Ik ben beautybox moe, echt waar. Even kijken. Het is een conditioner voor je huid. En het bevat aloe vera, limoenolie, yaddy yaddy yaddy. De spray laat een subtiele geur achter en is ideaal product voor als je vermoeid bent. Nou goed, luister. Op zich vind ik het artikel niet zo heel erg naar of zo. Maar hoe ze dat dan zeggen dat je het in je handtas en dat je dan even een spritz. Waar ik dit waarschijnlijk voor ga gebruiken als ik de geur niet vies vind. Dus dat ga ik eerst even... Nou, het geurtje is inderdaad lekker fris. Dus ik wilde hem eigenlijk gebruiken voor, ja, voor 's avonds. Dat ik eventjes aloe vera een beetje lekker. Maar hij ruikt wel heel erg fris. Dus ik ga het proberen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat als ik naar bed ga, dat ik dan helemaal wakker word omdat ik dit opdoe. Ik kan me voorstellen dat je er een soort opkikkertje van krijgt. Maar goed, ik weet het niet. Een spritz is het. Hartstikke leuk. Dan haal ik eruit een Hydra Active Smart Nutrient Day Cream. Nou, dat vind ik altijd leuk. Ik gebruik dagcreme. Ik gebruik de dagcreme van Olaz. Daar ben ik helemaal gek van. Maar dit soort tubetjes, en daar zit 20 ml in, die zijn echt heel erg fijn, vind ik zelf. Sowieso om mee te nemen op vakantie. Maar nogmaals, want ik wilde deze eigenlijk boven op mijn nachtkastje leggen. Maar ik ga nu deze op mijn nachtkastje leggen. En ik moet eerlijk zeggen, daar staat de dagcreme op. Maar ik, weet je, crème is crème is crème. Dus ik ga gebruiken hem gewoon als nachtcreme. Oh, behalve als ik nu zie
Nee, ik dacht, oh, misschien hebben ze hier de nachtcreme ook bijgedaan. Dat was leuk geweest trouwens, maar goed. Wat het zegt, het is een mattifying emulsion. En dit is een soort professional, maar dan van een ander merk. Avancé heet het. Ik ben heel goed in Frans. Even kijken. Nou, hij is dicht. Ik laat hem dicht. Maar ik hou hier wel van. Ik hou van mattifying emulsions. Ik gebruik dus de Professional. Ik heb hier altijd poriën. Ik ga naar voren en zon. Ik heb hier heel veel last van poriën. En ik gebruik dat onder mijn foundation. En ik vind dat prettig. Ik vind dat fijn. En dan heb ik iets wat ik al een keertje heb gehad. Ik weet niet of het uit deze box komt. Maar dit heb ik al. De Glow. Focus niet op mijn ogen, maar op het potje. Heel goed. Dit is de Glow for a Cause perfume. En dit is parfum spul. En op zich is het handig. Je kan het in je tas doen. En als je dan, zeg maar zoals ik, wel eens vergeet om je parfum op te doen. Dan kan je het opsmeren. Maar dat heb ik wel eens vaker gezegd. En in de regel doe ik dat niet. Want ik heb zo'n potje, zeg maar, in mijn tas. En als ik het vergeten ben, dan ben ik het gewoon vergeten. En dan ga ik mezelf niet helemaal ondersmeren hiermee. Maar goed. Van alles wat hier ligt, ga ik drie dingen gebruiken. Deze wil ik wel een keertje proberen. Maar ik vind dit meer... Ja, ik weet niet. Ik ga het niet in mijn handtas doen, maar ik ga even kijken hoe en wat. Deze, de Mattifying Emulsion, vind ik leuk. En de dagcreme zet ik gewoon naast mijn nachtkastje voor 's nachts. Nou, ik ben niet helemaal enthousiast. Ik ga het gebruiken. Het is omdat ik het heb gehad. Maar verder, ja, weet je. Allereerst deze. Dit is geen full size. Dit is een... Even kijken, hoeveel zit erin? 40 ml en een full size is 100 ml en is 15 euro. Nee, sorry, er staat pond. 16,60. Dan hebben we de dagcreme. Die is, als hij full size is, dat is 50 ml, is hij €30,99. Maar dit is 20 ml en ik vind dit echt een mooie amount, zeg maar. Dan de Glow for a Cause Solid Perfume. Is een full size en is €14,40. Ik vind het heel bijzonder, want er staan allemaal prijzen in ponden. En dat zijn allemaal... vaste dichte prijzen. Hoe zeg je dat? 15 pond, 28 pond, 16 pond. En dat hebben ze dan, zeg maar... hoe zeg je dat? Omgerekend naar euro. Maar is het dan echt de prijs? Komt het uit? Ik weet het niet. Dit vind ik allemaal weer heel erg vaag. Nou goed. Dan de Weleda Evening Primrose. Ik vind het jammer dat ik het niet ga gebruiken. Maar ik weet gewoon, dan doe ik het open. En dan gebruik ik het één keer... En dan denk ik, oh ja, nee, ik vind het niet fijn. En dan vind ik het zonde. Dan geef ik het liever iemand anders. Die is €17,49. En dan heb ik deze, de Mattifying Emulsion. Ook van Vicks en Rouge. En dit is, hoeveel ml is dit? Nou, 15 ml. En een full size is 30 ml en is €27,90. Nou, ik denk dat ik hem op ga zeggen. Ik ben er gewoon een beetje... klaar mee. Dus laat even weten of jullie unboxings sowieso leuk vinden. En of jullie misschien nog een tip hebben voor iets anders. Het hoeft niet per se beauty te zijn. Het mag ook iets anders zijn. Maar laat het even weten. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en smile for pretty.